Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben popcultuurjournalist en de auteur van Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. En dit is een beetje weer mijn eerste vlog na de vakantie van de zomer. Ik ben er even uit geweest en ben nu alweer terug. En wat ik precies ga doen vertel ik later wel. Maar ik wilde nu even vertellen, deze man ken je waarschijnlijk wel. Dit is Hans Klok, de illusionist. En een van de dingen die ik deze zomervakantie heb gedaan is nieuwe dingen. Ik wilde juist heel bewust nieuwe dingen gaan doen. Dus bijvoorbeeld nieuwe strips lezen die ik nog nooit gelezen had. Op plekken komen waar ik nog nooit geweest was. En we zijn naar de Magic Show House of Horror van Hans Klok geweest. En normaal gesproken had ik nooit kunnen bedenken dat ik naar Hans Klok zou gaan. Want ik dacht het toch een beetje dat het een beetje zo'n RTL-sfeer hangt daar toch een beetje bij, zeg maar. En daar wil je eigenlijk niet mee geassocieerd worden. Maar dat is eigenlijk puur onzin. Want het was een heel erg leuke show, kan ik je vertellen. Waarom House of Horror? Nou ja, ik ben erg geïnteresseerd in Halloween en horror. En dat is eigenlijk de reden waarom we toch de poging waagden om naar Hans Klok te gaan kijken. En het is heel erg bevallen. Het was in Carré. En het is een soort reprise, deze show, want Klok gaat binnenkort voor 10 jaar naar Vegas. Dat is het idee, dat lees ik ook hier in het Parool terug. Dat hij naar Vegas gaat, waar hij dan in een casino 2 keer per dag performances gaat geven. En dit is een soort afscheidstour. Er staat een goede recensie van Patrick van den Hanenberg, staat in het Parool over de show. En hij is toevallig ook op dezelfde dag geweest, 16-8. Als dat wij er waren in Carré. Want in het begin moest ik heel erg wennen aan het theatrale. Wat bij zo'n show komt kijken. Dat showbiz-achtige. Wat je ook bij musicals hebt. Maar zo, dat is eigenlijk niet echt aan mij besteed. Dus de eerste paar minuten moest ik heel erg wennen aan de grote gebaren en het theatrale. Maar op een gegeven moment besloot ik gewoon erin mee te gaan. En dan zie je gewoon wat voor goede performer die Hans Klok eigenlijk gewoon is. En wat voor goede trucs hij heeft. En natuurlijk vraag je je af. Hè, want hier staat ook, zijn er nog vragen? Nou, de reporter zegt ook, natuurlijk zijn er vragen. In elk geval, één, hoe doe je het in godsnaam? Nou, dat is iets wat ik me ook heb afgevraagd bij heel veel van die trucs. En het is natuurlijk de bedoeling dat je dat niet ziet. En dat is ook wel zo gebleken. Want je staat echt versteld, zit je op je stoel, zeg maar, naar die dingen te kijken. Het horror-element zat er ook wel in. Hier zien we hem al een beetje als een soort Count Dracula. Vooral het tweede gedeelte begint ook met een mooi kerkhof vol met rook. En dan komt hij ook tevoorschijn alsof hij uit zijn lijkkist omhoog veert als Nosferatu. Maar het doorlopende, het rode draad in het programma is eigenlijk dat er een illusionist is die collega's uitnodigde in zijn huis om hun geheimen te ontfutselen. En daarna vermoorde hij ze. Dus Klok gaat door dit spookhuis heen op zoek naar het toverboek met alle trucs, zo'n beetje. Dat is een beetje het verhaal. En nou ja, ondertussen laat hij ons gewoon heel veel bijzondere dingen zien. Dus dat was heel tof. Wat ik heel erg leuk vind, dat staat hier ook, en dat lees ik gewoon even voor. Er waren veel gast-acts. En die waren heel erg bijzonder. Het staat hier ook over de gast-acts die er zijn. De flitsende choreografie en de gast-acts. Vooral het Chinese slangenmeisje en een slow-motion krachtpatsenkoppel uit Oekraïne zijn adembenemend, maken deze vernieuwde versie van House of Horror tot een groot afscheidsfeestje. Nou, daar ben ik mee eens. Dat slangenmeisje was echt wel eng. Een dame uit China, die heeft kennelijk geen ruggengraat of wat dan ook. Want die kon echt alle kanten opkronkelen. Dat was echt heel erg weird. Exorcister-achtig, spider-achtig. Dat is echt wel pure horror eigenlijk om dat te zien. En die twee dansers, die waren gewoon echt heel, heel bijzonder uit Oekraïne. Heel gespierd. En wat die mensen met hun lichaam doen, hoe ze elkaar kunnen dragen. Ik kan me herinneren dat die man haar optilt met één arm. Maar ook dat ze schouder op schouder staan eigenlijk. Dat is ook heel bijzonder. Het is gewoon heel grappig en bijzonder om te zien. Dus het was voor mij echt een hele leuke openbaring deze avond. En dat Mr. Klok eigenlijk een hele sympathieke gast is, vond ik. Hij kwam heel sympathiek over, maakt ook leuke grappen tussendoor. Echte one-liners, om de sfeer ook een beetje luchtig te houden. En ondertussen gaat het allemaal zo snel. Soms ging het zelfs zo snel dat we de act bijna niet konden volgen. Vooral in de climax doet hij een x-aantal acts binnen 5 minuten. 15 acts binnen 15 minuten. Dan kun je het bijna niet eens meer bijhouden.
En nou, daar moeten we hem dus missen. Nu gaat hij naar Las Vegas binnenkort als deze show klaar is. En dan zitten we 10 jaar klokloos in Nederland. Mocht je dus nog de kans krijgen om het te zien, dan kan ik je zeker aanraden om die show te gaan kijken. Ik vond het echt, ja, echt heel bijzonder. En ja, hij is echt wel misschien wel een van de beste illusionisten die er in deze aarde rondlopen. In dit interview met, van Stefan Raadgever met Klok gaat het ook over ouder worden, want Klok wordt binnenkort 50. En je moet behoorlijk snel kunnen bewegen om al die trucs te kunnen doen. En ik vond het wel interessant zijn antwoord erop. Als een voetballer op zijn 28ste op zijn top is, wanneer is een illusionist dat? En dan zegt Klok, het mooie is dat ik altijd blijf leren. Copperfield is 61 en staat nog aan de top. Belangrijk is om als performer kracht te blijven uitstralen. Een oude kop is niet erg, maar je mag geen dikzak worden. Daarom sta ik veel in de sportschool. En gelukkig heb ik mijn snelheid nog. Ik ben niet lenig, maar in een seconde verdwijnen lukt me nog steeds. Nou, dat vond ik heel erg bijzonder. Dit is echt, ja, gewoon topsport is het eigenlijk, die illusies. Behalve dan dat die dingen gewoon goed uitgevoerd moeten worden iedere avond, moet hij ook gewoon dus in topconditie blijven. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Binnenkort ga ik wel vertellen wat ik precies allemaal na de vakantie nu ga doen met dit kanaal. Maar ik dacht, ik begin gewoon met illusionist Hans Klok. Want waarom niet? Op naar de volgende vlog.